welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb van de week een complete aflevering opgenomen over de stoomtrein die ik had liggen, die ik niet helemaal goed reed. Die aflevering is alles bij elkaar meer dan een uur geworden en was grotendeels ingezoomd. Dus een klassiertje. Dus ik heb eventjes een soort van recap hier. Het probleem van deze locomotief was dat hij heel moeilijk reed. Ik heb de decoder die ik heb liggen rechtstreeks aangesloten gehad. De encoder rechtstreeks aangesloten gehad op de decoder. En ik merkte dat eigenlijk alles goed werkte. Maar, Maar dat bij het rijden zelf, dat bij het rijden zelf niet goed werkte. En het bleek te komen doordat de stroompick-up van de wielen, die was op zich nog wel goed. Die gaat naar deze, eens kijken of ik hier het licht kan krijgen. Dit is de aanhaakhaak. Die heeft aan twee kanten koperen platen. En in de tender zit een socket. Met daarin ook twee metalen plaatjes. Ja, zo kun je ze zien. Een van die plaatjes was naar buiten geschoven. En aan de andere kant was de, waren de platen op de haak zelf. Was ook aan één kant los. Dus dat contact was moeizaam. Wat ik gedaan heb is, er loopt al een zwarte draad rechtstreeks vanaf de decoder helemaal naar voren. En die is voor de voorverlichting. En ik heb dus besloten dat ik het niet heel erg vond dat er nog twee extra kabels liepen om ervoor te zorgen dat de contact goed was. Dus die heb ik ernaast gelegd. Alles in elkaar gezet. Ding deed het hartstikke mooi. Maar toen zat ik te denken, hoe kan het dat die verlichting werkt? Want het is maar één kabel en ik ben gewend dat je een algemene positieve kabel hebt, de blauwe, en dat je daarop dat je die naar alle componenten leidt en dat er dan negatieve kabels naar elk van de componenten gaat die individueel vervolgens aangezet kunnen worden. Dat is hier helemaal niet het geval. Ik heb net ook geprobeerd met door wat stroom op wat onderdelen te zetten. Het is enigszins link met een decoder, maar als ik het doe, dan gaat of de motor lopen en de andere kant op, gaat de verlichting branden. Dat zou betekenen dat de verlichting hier ergens aanhaakt op een van de twee rails. Waarschijnlijk degene hier met de rode kabel. Die verbonden zit met de input van de decoder. En dat de decoder er dus voor zorgt dat ervoor zorgt dat er een negatieve pol ontstaat tussen de, eens kijken, rechter rails en het lampje. Maar het is een continu wisselende stroom. Maar dat is voor zo'n lampje op zich niet zo heel erg. Het zijn namelijk gloeilampjes. Ja, het is toch interessant hoe dat dan precies in zijn werk gaat. En ik kan hier ook zien dat het van het zwarte lampje het ook hier inderdaad weer op dezelfde, op de andere rail komt. Het zou wel betekenen dat als je deze trein gewoon op de rails zet en je hebt geen decoder, dat dan de lampen ook correct werken. Dus, sorry daarvoor. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe dit kan. Maar ik vermoed dat er gewoon een stroom gaat lopen tussen voor de voorverlichting, tussen de rode kabel en de kabel die naar het lampje gaat, en dan zou het ook inderdaad allemaal moeten werken. Vrij eenvoudig. Wat je ziet dus bij die moderne is dat je een bus hebt lopen eroverheen. Dus vandaar dat ik hem nog een keer uit elkaar getrokken had om dat ook te achterhalen en om te laten zien wat er nu eigenlijk allemaal mee gebeurd is. De onderkant nu, de wielen ontbreken, hij moet gewoon opnieuw in elkaar gezet worden. Dat is best een klusje, ben ik achtergekomen. Dus
kijkt u gezellig mee. De voorkant. Nemen we de. Er zit een gewichtje in wat een beetje los zit. Ik denk deze. Gaan we dat nog vastzetten. Het is wel zo fijn natuurlijk als het vast zit. Niks wat een kleine satéprikker niet verhelpt. Nu rammelt hij ook niet meer. Ik had in eerste instantie gedacht dat hier een verwarmingselement zat, zodat je hem kon laten roken, maar ik kan geen aansluitingen daarvoor vinden. Misschien zit het er wel in. Daar moet ik eigenlijk gewoon een handleiding voor raadplegen. Maar het is zo'n mooie koperen buis die ook door de hele trein heen loopt, dat ik het eigenlijk wel verwacht had. Deze bovenkant valt mooi op de trein. Zo. Dus even goed zorgen dat de kabels hier goed zitten. En nu de schroeven. Ik meen mij te herinneren dat de lange hierin moest. De wat raar vormgegeven versie, die moet hier aan de achterkant, die moet ook door het gat van de haak heen. Dus zit de haak nu vast. Als het goed is, zit hier ook alles nog goed en loopt hij gewoon. Aan deze kant, dit is de metalen behuizing van de tender. En hier lopen een boel kabels, die moeten hier net boven aansluitpunt langs, rechts en links van de schroef, anders dan schroef je kapot. De decoder kan hier op dat stukje tape. En de haak moet natuurlijk wel. Kijk. Op het moment dat je hem in elkaar zet, valt deze pin door dit gat en dan moet de haak er al in zitten. Dus het is een beetje een gepuzzel om die volgorde goed te krijgen. Oh nee, er schiet een kabel los. Dat is maar weer de vraag welke het is. Het is de kabel van de voorverlichting, dat is jammer. Iets te veel geprield hieraan. Dit zijn nogal kleine aansluitpunten en ik heb niet een goede punt op mijn solderwoud zitten, dus dit is spannend. Zo.
plastic zitten. Waarschijnlijk was het handiger geweest om eerst de tender te doen en daarna de locomotief, want dan had ik meer speling gehad op die haak. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat al die kabels goed blijven. Oh jee, nu is het helemaal een puinhoop. Ik ga even de video pauzeren. Want wat er gebeurd is, is dat mijn het bakje waar die haak in moet uit elkaar gevallen is. Waardoor dat alle verbindingen er weer los uit liggen. Dus ik ga ook sowieso die haak losmaken. Dat geeft mij niet super veel speling. Eraf is, dan kan ik veel meer kijken. Zo. Dit is niet de eerste keer dat me dit gebeurde. Ik heb er nog over zitten twijfelen op dit dicht te lijmen. Maar als dan een van de verbindingen kapot raakt en je wil er een nieuw kabel opzetten, dan ben je helemaal de pineut. Niet pauzeren, het ging redelijk rap. Wel een slokje thee. Maar nu heb ik veel meer bewegingsvrijheid. Deze er rechtop. Perfect. En dan naar links iets meer speling hebben. Nu voldoende speling de haak. Aan de onderkant. Hey, nee toch. Hier een onderdeel terug, wat hebben we hier nog liggen? Die komt hier vandaan. Zo, aan de onderkant. 1. 2. 3 wielen erin. Om plastic dingen voor te blijven zitten, kan die er zo op. Nee, het moet andersom. Handig dat het maar op één manier past. Aan de achterkant moet nog de koppeling. Eens even kijken, die zal er zo in moeten.
makkelijk zitten. Schroef erin. Nu zit de kolentender weer in elkaar en de kabels zitten goed. Zo. En nu de bovenkant erop is veel makkelijker. Rustig de trein omdraaien. Deze grote pin erin. En hij zit weer bijna in elkaar. Deze kolentender heeft vrij veel speling, dus je kunt hem gewoon laten liggen op de grond. Zo. De plastic kap moet hier nu nog overheen. En de berg kolen erop. Laatste aan de voorkant afdekplaat. Ik weet niet zeker of dat hij eraf moet. Ik had het idee dat de vorige keer dat ik hem erop liet zitten, dat hij niet goed loskwam. Dit zijn lekker diep liggende schroeven. Zo. En dit is een mooie stoomtrein. Alleen de bakje aan de achterkant, dat als je een paar dagen laat staan, pakt hij aan de dubbelzijdige tape en dan komt hij veel minder makkelijk los dan dat hij dat nu doet. Dat is het enige, dat was ook al met deze trein toen ik hem kreeg. De decoder zit er mooi onder verstopt. De bekabeling werkt weer, de stroomdoorvoer is goed. En misschien is gewoon de decoder net een tikje te hoog. Dat is nog iets waard om uit te zoeken. Een mooie stoomlocomotief met verlichting. Mogelijk met rook uit de schoorsteen. Dat weet ik niet. Daar heb ik hem niet lang genoeg op de baan gezet, denk ik. Hij moet nog een keer schoongemaakt worden. Maar hij rijdt weer prima. Dus bedankt voor het kijken. Volgende aflevering wordt nog een stoomtrein. En tot de volgende keer.